de beste dag van de week qua weer. En ik vind dat we de natuur daar wel eens even een flink applaus voor kunnen geven. Ik heb vanmorgen al een stiltewandeling gemaakt. Sommige deelnemers van die stiltewandeling moeten daar toch heel erg aan wennen. Dus die zitten dan de hele tijd van, oh, het is die heerlijk stil, hè. Hé, wat lekker stil, hè. En dan zeg je, ja, sorry, het is een stiltewandeling. Ja, dat weet ik wel, maar het is hier zo lekker stil. Wat is het jammer dat je die snelweg er de hele tijd doorheen hoort, dan zeggen ze. Wat is het jammer van die snelweg? Stil nou. Het is zo lekker stil, rustig, hè. Dat heb je bij ons thuis, heb je dat niet. Alleen jammer dat die vogels de hele tijd doorheen fluiten. Maar het is zo lekker stil, stil. Ik ben er echt helemaal gek van geworden. Ik moet dus straks echt, moet ik gaan wandelen met een wandelcoach. Ja. Er zijn hier wandelcoaches en die wandelcoaches, dat zijn leuke mensen. Die zeggen dan tegen jou, oké, weet je wat we nu gaan doen? We zetten onze linkervoet voor onze rechtervoet. Dan hebben wij een stap gemaakt. Dan zetten wij vervolgens onze rechtervoet voor onze linkervoet. En als we dat dan 10.000 keer doen, dan hebben we één avond vierdaagse. En dan ga je vervolgens niet potje, 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 potje vet zingen, dat doe je dus niet. Je voert een goed gesprek over dingen die ertoe doen. En dan zeg je bijvoorbeeld tegen zo'n wandelcoach, waarom heb ik toch altijd stress en waarom voel ik me niet lekker? En dat je, als kind kan je dat trouwens ook doen. Als kind kan je ook met een wandelcoach mee. En dan zeg je tegen die wandelcoach, waarom heb ik toch van die stomme ouders en andere kinderen niet? En als je dan 10.000 keer je linkervoet voor je rechtervoet gezet hebt en je rechtervoet voor je linkervoet, dan weet je dat je ouders eigenlijk heel lief zijn, maar niet altijd in harmonie met de omgeving. En dat jij eigenlijk ook ontzettend lief bent, maar dat jij ook niet helemaal in harmonie met je omgeving bent. En om in harmonie met die omgeving te komen, daarvoor is de natuur. En dat kan je bijvoorbeeld vandaag doen door mee te bouwen aan een insectenhotel, hier op het Vogelnest. Het is heel bijzonder, een insectenhotel. Vandaag trouwens is het bijzonder dat we hier mogen zijn in dit Vogelnest. Want het is namelijk eigenlijk altijd alleen maar toegankelijk voor schoolklassen. Maar nu mogen er ook losse kinderen zijn. Het insectenhotel, ja man, ik heb zelf thuis heb ik ook zo'n insectenhotel. Vannacht begonnen ze alweer hoor, de muggen. Maar er komt hier dus ook een insectenhotel, dat komt hier, maar ik wil dan wel dat insectenhotel ook toegankelijk wordt voor de vlieg in de street. Dat niet alleen al die elitaire insecten daar kamers kunnen boeken, maar een gewoon gratis insectenhotel met wifi voor de mug. Vogelnestkasten bouwen, dat gaan ze hier ook doen, vogelnestkasten bouwen. Dat is leuk, maar dat zijn kasten waarin nesten gebouwd kunnen worden. Dus dan heb je eigenlijk een huis in een huis. Zoals je in sommige huizen hier in de buurt ook eigenlijk gewoon je eigen huis zou kunnen zetten. Zo, dat idee. Wild plukken, dat gaan we ook doen. Wild plukken onder begeleiding van deskundige mensen. Want wij weten ook helemaal niet meer. We zijn zo vervreemd van de natuur. We denken allemaal dat melk uit de supermarkt komt. Laatst zat ik met een jongetje te praten. En ik zeg tegen hem, wat was er eerder? Kip of ei? Hij zegt, ja, het ei natuurlijk, Sophie. Ik zeg, hoezo? Nou, ja, dat ei dat had een boer. Ik zeg, waar had die boer dat dan vandaan? Nou, gewoon uit de supermarkt. Dat is we weten helemaal niet meer wat je nou wel en niet kunt eten. Dus nee jongen, daar zijn dingen mee gebeurd. Een vriend van mij, die wist dat ook niet. Die dacht van een paddenstoel, nou deze kan ik wel eten. Maar dat kon dus niet. Ik heb later opgezocht hoe die paddenstoel heette. Die heette de ANWB. Toverdranken gaan we ook maken. Toverdranken. En dat zijn geen energy drinks. Maar dat zijn echt natuurlijke toverdranken. We gaan vliegen op bezemstelen. Maar dan moeten we wel ongelooflijk oppassen dat we niet te hoog gaan. Want dan hinderen wij de burgerluchtvaart. We gaan bomen klimmen. Ik was er altijd vreselijk goed in bomen klimmen. Dan zat ik vervolgens bovenin. Soms duurde het wel dagen dat ik bovenin zat, want ik durfde niet meer naar beneden. In mijn haar had zich inmiddels een insectenhotel gevestigd. Ik had vogelnesten onder mijn oksels. Maar ik was echt, jongen, dat was nog eens een echt vert de la natuur. Dat was het. Maar onder deskundige begeleiding zal dat niet gebeuren. Hè? En als je echt niet meer naar beneden durft, vraag dan even iemand op een bezemsteel of die je komt ophalen.
We gaan mysterieus koken. Mijn vrouw kan ook ongelooflijk mysterieus koken. Hoe ze het doet, weet ik niet. Maar het is me toch altijd lekker, jongen. Circusartiest kan je ook worden vanmiddag. Circusartiest. En ja, een teleurstelling. Er zijn geen wilde dieren. Tenminste, jawel. Die zijn er wel. Maar dat noemen we dan ADHD'ers. Toverdranken gaan we maken natuurlijk. Jong leren. Op het slappe koord lopen. Ik was daar zelf ook verschrikkelijk goed in. Zolang dat koord op de grond lag. We gaan zo verschrikkelijk veel doen. Ook de buren trouwens. Het MOA, het Museum Oud-Amelisweert, daar kan je heen. De geschiedenis van Amelisweert kan je leren. Rijnauwen ontdekken. Een pannenkoek eten. Neem dan de reus van Rijnauwen. Die doe ik ook altijd. Daar doe je 4 dagen mee. En als je, het is er zo verschrikkelijk veel te doen. Dat haal je natuurlijk nooit in 1 dag. Maar bedenk dan dat het eigenlijk elke dag vet de la natuur is. En vandaag beginnen we met het eerste vet de la natuur van dit jaar. En morgen gewoon weer het tweede. Dan regent het wel. Maar dat komt gewoon omdat het niet officieel vet de la natuur is. Jongens, heel veel plezier vandaag. Dag. Dankjewel, Pieter. Dat had ik inderdaad niet beter kunnen doen.